Laco de Kwel in Kuik. Echt alles onder één dak. Dat is pas sportief genieten. De Kuikse watersportvereniging bestaat dit jaar 40 jaar. Hoe lang bent u zelf al lid? Ik denk zo rond de 35 jaar. Dus u kunt wel iets over de oprichting vertellen? Nou, ik weet er wel iets van, ja. Vertel eens. Nou, het is de oprichting. Er zijn dus een stel mensen geweest in Kuik, die dus boten hadden. En die wouden graag ergens liggen. En omdat wij water kregen, hebben ze toen bij de gemeente gevraagd om water voor een jachthaven te maken. Ze hebben eerst geprobeerd in de jachthaven of in de industriehaven, maar dat ging niet door, dat kon niet. En dan was dit het enige stukje Kuik wat er nog was, want de rest was van de gemeente Beers. En daar hebben ze toen gezegd, nou, dat blijft dus eigenlijk een groenstrook tussen het water en de industrie. En daar konden wij nog net, een jachthaventje maken. Dus daar zijn we mee begonnen. En hoeveel leden telt het in het begin en hoeveel leden telt het nu? Nou, in het begin schat ik dat ze dus met een 25 leden begonnen zijn. Daar werd een bestuur uitgekozen wat er later werd samengesteld. Dus er werd toen dus een begin gemaakt dus met, ja jongens, we moeten steigertjes gaan bouwen, want ja, we willen hier ook liggen. Dus Smels was hier nog steeds aan het graven. Dus ze zijn toen toch stiekem, zijn ze toch met allerhande kunst en vliegwerken. Dus ook zelfstandig zijn ze dus begonnen. Dus een stukje konden ze krijgen dus weer van Smels, want daar hebben mensen ook constant van meegeholpen. Dus er werd een piepenwagen neergezet, dat ze toch hier dus konden zitten om een bakje koffie te drinken als het dus regende. En zo stiekem is het uitgegroeid tot hetgeen wat het nu geworden is. Dus we hebben ongeveer dus 200 boten liggen met 220 leden. En we hebben een bloeiende vereniging wat dat dan gaat. Dus we zijn zelf supporting, we doen bijna alles zelf. We maken zelf de steigers, we doen alles schoonmaken, het hout erop. De kantine wordt zelf bijgehouden. Dus het grasmaai doen we zelf, toiletten doen we zelf. Dus het is een geheel wat dus uit eigen middelen wordt betaald. Dus dat is wat we hier dus houden. En ik hoop ook dat we dit kunnen blijven doen, ook qua prijs. Dus, is er nou wel meer bij komen kijken in de loop der jaren? Bijvoorbeeld qua milieu? Ja, inderdaad. Dus we hebben dan, als je achter kijkt, hebben we dus voor ieder boot moet zeg maar afgepompt worden. Die mag dus niet meer in het water lozen. Dus dat, zeg maar, dat systeem hebben we dan ook ingebouwd. We hebben bij de helling, daar zijn we ook bezig. Daar hebben we ook allemaal. We moeten aan alle milieueisen voldoen. En dat is niet weinig. Dus daar hebben we ieder jaar toch weer het nodige werk mee om te zorgen dat het allemaal goed is. Maar dat is wel te doen binnen de vereniging? Het is te doen. Het is alleen, het wordt steeds gecompliceerder en duurder. Hè. Want is dat ook de kracht van de vereniging? Op zich, veel verenigingen klagen juist over het aantal vrijwilligers, dat ze meer vrijwilligers zouden willen hebben. Is dat de kracht van de vereniging, de watersportvereniging? Tot nog toe wel is dat onze kracht. We hebben dus een behoorlijk goed technisch team. Dus die dus alles dus bijhoudt. Er zijn mensen bij die dus ook van de firma Smels hier dus een boot hebben liggen. Dat zijn dus mensen die hebben kennis van het water. Die weten precies wat we hier moeten doen. En we hebben dus hier zelf een aftapsysteem en een tappunt waar we dus onze vulwater kunnen lozen. Ja, dat is allemaal volgens de voorschriften moet dat allemaal dus gemaakt worden. En dan wordt er regelmatig gecontroleerd. Dus wat dat betreft, dus onder andere de hellingen en zo. Ieder jaar moet er een keuringsrapport moet er dus gemaakt worden en dat wordt allemaal keurig netjes gedaan. Dus. Maken toeristen en gasten ook veel gebruik van de haven? Nou, wij hebben, ik denk op jaarbasis, ja, we zouden hebben, ik denk toch, 500-600 zeg maar, gasten die we dan krijgen. Die dus steeds hier komen overnachten. En dat wordt niet minder, dat wordt gelukkig meer. Omdat ook, het wordt rondverteld dat we zo'n mooie en een goede haven hebben. Dit met gezellige mensen. En ja, we willen nog meer dan. Hè? Wordt het jubileum nog gevierd? Jazeker wordt het jubileum gevierd. We beginnen dus een zaterdag om 3 uur met een receptie. En om 8 uur dan hebben we dus een feestavond dus voor onze leden. En dat schatten is een beetje zo tussen de 100 en de 110 leden zullen wel aanwezig zijn. Dus dan hebben we dus volle bak, noemen wij dat dan. Hè. En dan gaat het wel lekker door in de kleine uurtjes. Dus,